Die moet er eventjes uit en die moet eventjes water kunnen drinken en eventjes kunnen eten. Ik neem zelf even een broodje en dan gaan we straks weer terug. Want om 7 uur, zoals jullie allicht denk ik wel, hopelijk hebben gehoord van die man die daarvoor stond te brullen. Die heeft gezegd 7 uur, dan komen ze weer terug. En Frodertje is natuurlijk uiteraard blij dat ik er ben. Jij. Och, gosje dan. En die maakt er een hele puin op van. Hé? Nou, en die meneer Daro. Kanwal, genaamd. Die joegde het eeuw in. Terug naar binnen. Ja. Nou, en als ik mijn pet afdoe, dan leggen jullie in een deuk. Dus die laat ik maar even lekker op. Ha! Zo. Lekker pu. Zit in de kou. Ja. Hai! Kan of niet? He. Nou, ik doe hem wel af. Kijk, er zit mijn haar helemaal plat. Ik ken niks meer. Maar ja, lekker belangrijk. Zo ben ik nou eenmaal. Zo is het nou eenmaal. Komt omdat je een pet op hebt. Nou ja, vind ik niet erg hoor. Ja, mijn grond die gaat nog steeds verder en verder kapot. Kan ik ook niks aan doen. Dat zal ik ook zo meteen weer in elkaar leggen. En ik zal dat zo meteen weer goed leggen. Want hij maakt er echt een puinhoop van. Maar oké, ik zal eventjes de dieren verzorgen en mezelf. En dan gaan we straks ook weer terug. En als ik terug ga, dat zeg ik nog. Ik kwam bovenop de dijk. Om dan weer aan de andere kant naar beneden toe te gaan. Om naar huis toe te gaan. Staat er een prachtige van de mooie sportwagen. Je zou ik ze wel sportief met de auto wezen. Ik zeg maar niet even meezwemmen. Ja, zegt hij, ik heb al mijn leven lang genoeg in het water gelegen vanwege mijn werk. Hij zegt, ik vind het wel goed zo. Maar, net zoals wat ik heb alarm op mijn telefoon. Wanneer er iets te gebeuren staat met brand of wat dan ook. We gaan niet weer bijten, nou is je volgende poot aan de beurt. Wat doe je nou allemaal? Eerst die poot, nou die poot weer. Foei. Maar oké, er is... Aan de andere kant van het centrum. Een heftige brand bezig. Ja, die man die had het erover van het is nu een middelbrand. 4 brandweerwagens, een middelbrand. Dan lijkt het me wel heel erg toe. Dan is het geen middelbrand meer. Maar oké, dat wil ik jullie nog even vertellen. Dat er brand is. Ik heb de deur dicht moeten doen, want het stinkt. De wind is deze kant helemaal op. Het gaat zo. Dat kon je ook aan de zee zien. Maar ja... Dus deur maar dicht gedaan, maar het stinkt behoorlijk en ik heb medelijden met die mensen, maar ik ga er niet naartoe. Nee. Zien we morgen wel weer? Ja. Ga ik daar morgen wel even doorheen toeren ook. En dat zien we wel weer. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. We gaan straks ook weer naar de dijk en ik neem jullie weer mee. Ik zou zeggen, tot dan. Lieve vrienden, we gaan er weer vandoor. Ik zal meneertje melkkorrels nog omdoen. Hè? Ja. Moet hij wel om, anders gaat hij zeggen weer... Zelf kapot maken en dat moet maar niet. Nee. Dus ik stop jullie weer lekker in de tas. En dan gaan we er weer vandoor. Ik weet niet eens hoe laat het 1, 2, 3 is. En ik kan het ook niet bekijken. Want dan ga ik te veel bewegen. Denk ik. Hoop ik. Even zo. 2 minuten over 6. Ja, want die klok die deugt niet. Nee, die wijzen batterijen. Maar ja, ik doe hem ook niet weg, want hij was van mijn man. Ik heb hem zelf gegeven aan hem, maar hij wou er eentje batterij. Nou, hij heeft er eentje gekregen, maar je kan er niet op aangaan. Nee. Dus we gaan. Ik zou zeggen... Maar daar verderop, voor Texel, zie ik bootjes gaan. Dat wil zeggen dat die zwemmers daar van die bootjes nog allemaal in het water liggen. En het kan ook wezen dat er al een aantal op binnen is. Ja, dat weet je niet. Ik zie met mijn blote oog wel de finish.
waar zij moeten vinnigen. En ik ben er nu op gericht. Je ziet waarschijnlijk een kerkje. En links schuin naar het water toe zie je iets roods. Maar het kan ook nog een boei wezen. Ik weet het niet. Nee. Maar oké, wij gaan verder. Ja, ja. Dat ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, we zijn weer op de dijk aanbeland. Alle zwemmers hebben de finish op Texel gehaald. Ze zijn allemaal binnen. Nu is het wachten tot de overtocht. Maar ze moeten eerst daar weer bijtanken, et cetera. En dan worden ze allemaal even verwend. En dan worden ze in de bootjes gedropt. Dan komen ze weer deze kant op varen. Hoe lang dat allemaal gaat duren met elkaar, dat weet ik niet. Jullie zien mij lekker niet, zo wel hoop ik. Ik sta een beetje in de luwte en een beetje weg bij de muziek. Want anders horen jullie mij weer niet, maar de muziek, dat is niet de bedoeling. Maar in ieder geval, het komt hier best, de zee. Ja, dat is mijn hemel. Lijkt wel allemaal draaikolken of zoiets, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze zijn op Texel binnen. En daar ben ik blij om. En het is gewoon, het kan nog een dikke uur duren voordat ze weer deze kant op komen, toch? Ja, denk ik wel. Ja, dus, maar ik ben blij dat ze allemaal binnen zijn. En ze komen ook zeker weer terug. Want ze komen in eerste instantie met bootjes. En dan zoveel meter, kilometer, weet ik veel hoe ze dat noemen. Voor de kust worden ze het water ingedropt en dan moeten ze de rest dus zwemmen. Dus ook dat komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks en ik hou jullie allemaal op de hoogte. Ja, ja. Lieve vrienden, ik sta nu onderaan de dijk. Niet onderaan de dijk. Niet helemaal beneden, want dat doe ik niet, dat durf ik niet. Nee. Maar kijk eens wat een schuim over de golven. Waar gaan we die kant op? Om dan de laatste 50 tot 100 meter in deze woeste golven waar de witte koppen nu op staan. Dus dat is ook nog maar even een uitdaging. Om dan naar de, hier weer naar de stad toe te komen. Dus volg de boot. Er is een behoorlijk wit bellende spoor achter de boot. Dus hij heeft echt de sokken erin zoals dat heet. Dus met een minuut over 5 tot 10 zullen de deelnemers van iedereen zullen weer terugkomen. En dan kunnen jullie ze allemaal verwelkomen op de manier zoals jullie dat zelf voor ogen hebben. Hij komt heel snel. Kanonnen, wat gaat die hard. Dus daar zitten ze allemaal op, alle 30 deelnemers zitten op dat bootje. Hij gaat razendsnel.
Ik moet mijn zonnebril even kwijt. Zo. Kijk, nog beter. Worden er geloof ik nou gedrabbeld, dat gaat dan heel langzaam. Het lijkt verder weg nu dan het is. Er staat hier al een rolstoel klaar voor die ene zwemmer waar ik mee gesproken heb even. Tenminste, ik vermoed dat het voor hem is. De boot is inderdaad met een letterlijke noodslag deze kant op gekomen. Er wordt al gezwaaid door het publiek naar de deelnemers en er wordt al richting terug gezwaaid. We staan de boot ligt een kleine 100-150 meter uit de kant. En zal zo meteen ietsje er voorbij gaan waarschijnlijk. Waarna de zwemmers en zwemsters weer uit de boot kunnen. Het water in voor het laatste stukje. En publiek, jullie mogen ze allemaal verwelkomen. Deze helden, deze 30 helden en heldinnen. Want ze hebben het gered. Ze hebben er ruim 4 kilometer overbrugd voor het goede doel. Met vieren voor vieren hun steentje meer dan bijgedragen. En op een geweldige manier hebben zij allemaal de finish bereikt. Als ze allemaal binnen zijn, zullen ze natuurlijk hun verhaal kwijt willen aan jullie. En daar is alle tijd voor. Het is nu 7:20. Ze kunnen ook even lekker omkleden, warme soep en broodjes zijn ervoor, dat kunnen jullie doorgeven. En uiteindelijk zal rond de klok van 8:30 de prijsuitreiking zijn, of de prijsuitreiking, eigenlijk de uitreiking van onder andere de cheque met het totaal bedrag wat zij binnengehaald hebben. En alle deelnemers zullen een penning krijgen met daarop een inscriptie dat ze het gered hebben, dat ze helder zijn in deze 8e editie van de Helder naar Texel. De boot gaat naar de luwe kant toe. Dat is heel slim. Dat betekent ook dat ze de wind mee hebben, de stroming mee. En dat ze echt vrij snel richting de kust komen. Ze kunnen ook de volle
onthaald door de Olympia, de commissie van Stichting Biestad. En die mag de gastvrouw de verantwoording helemaal opdraaien als ze wil. Kijk, de springer is. Ja, ja, ja! Gelukkig weer met de boei erbij. En ze zullen langzaam, ook snel, hoe ze het ook hebben, weer hier onthaald worden richting de finish, richting de start. En ze druppelen eigenlijk de water in. En er zit nog steeds tempo in, hoor. Oh, ze hebben nog allemaal krachten bewaard voor dit laatste stukje. En ook voor Mark zal het wat moeilijker zijn om het water in te komen met zijn drievoudige beenbreuk. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken, want hij gaat er gewoon helemaal voor. En ook zijn vrienden en kompanen hier bij de Venus zullen dus die juiste kaartjes voor binnen trekken. Die spieren voor spieren, die ook zo belangrijk zijn voor de deelnemers, maar ook voor het zoeken naar oplossingen voor kinderen die helaas geboren worden of deze ziekte meemaken en wel hun verbetering kunnen vinden in bepaalde geneesmiddelen die door